We waren in het stadion en we kregen eigenlijk het verzoek om ZSM te vertrekken. We werden goed begeleid, dus het was allemaal strak georganiseerd. Was er geen paniek of wat dan ook? Er was geen paniek, het werd allemaal heel rustig gedaan. Wist u wel dat het om terreurdreiging ging? Nou ja, we wisten wel dat het sprake was van een dreiging, want een stadion ontruim je niet zomaar. Waren er ook al supporters toen in het stadion? Wat zegt u? Waren er ook al supporters toen in het stadion? Dat weet ik eigenlijk even niet. Ik bedoel, we hebben het verzoek gekregen. Men was aan het binnenkomen en op dat moment werd ook gelijk de boodschap verspreid dat iedereen weer rustig het stadion moest verlaten. En u bent toen met een busje weggebracht? We zijn toen, collega Schippers en ik zijn in het busje gestapt en onder begeleiding weer teruggebracht naar het vliegveld. We hebben weinig gemerkt van wat er ook speelde. Nou ja, kijk, ik bedoel, de dreiging was reëel en dan moeten de Duitse autoriteiten handelen. Dat is wat we daarvan mee hebben gekregen. Veiligheid voor de spelers en de toeschouwers staat vanzelfsprekend voorop. Maar zoals collega Schippers en ik ook gisteravond hebben laten weten, is dat dit natuurlijk diep triest is. Hè? Dat de dreiging ontwricht en daar hebben we gisteravond de resultaten van gezien. En dat terwijl deze wedstrijd ook eigenlijk was bedoeld om een signaal af te geven. Zo is het. Deze wedstrijd was bedoeld om een signaal af te geven. Steun aan Frankrijk. We gaan gewoon voort. Hè. We laten ons niet intimideren. Maar duidelijk is dat veiligheid voorop staat. En zeker gisteravond met zoveel mensen bij elkaar.